Boom. Yeah. Okay dan. Poeh. Geluid van frisse Pepsi. Let's go. Meenemen. Van Persie. Met wie spelen we vandaag? Van Persie. Volgens mij verstond ik dat niet. Van Persie, Van Persie. Van wie? Van Persie. Robin van waar? Robin van Persie. Bedoelen jullie Kabouter Plop? Niet Kabouter Plop. Zitten we daarop te wachten, mensen? Mensen thuis zitten niet op hem te wachten. Are you fucking serious, Van Persie? Are you fucking serious? Fantastisch. Wil ik een daverend applaus voor... De Robin van Persie 1981. Aflevering... Type shit, denk ik. Oké, mensen, we zijn dus op het homescherm van FIFA Mobile. Zonder verder gedoe, ja, ik heb nu 13 miljoen coins natuurlijk. Ik heb die Madison, heb ik natuurlijk verkocht. 92 Europa League Madison had ik verkocht voor 12,5 miljoen coins of zo. Dus ja, laten we nu Van Persie gaan kopen. Dus ja, we kopen hem eventjes, voor 3,4 miljoen of zo. Nou, boeien, ik heb de coins toch. En ja, mensen, we hebben Robin van Persie. 90 credit. Mid Icon. Ja, wat een zieke speler. Holy damn. Dus, ja, tot ziens, Haaland, voor nu dan. Ja, Haaland gaat uit mijn team. En dan hebben we hier Robin van Persie. Natuurlijk 97 overal, plus 7 smack my bitch up skill boost bonus. Ja, ja, 89 tempo, 103 schieten, 91 passen. 89 behendigheid. En ja, kijk naar die in-game stats. Goede snelheid. Misschien kan ik zijn skill boost. Oké, ik heb maximale skill boost op hem. Dus ja, hij ziet er heel goed uit. Heeft zieke schotkracht. 111 schotkracht. Hou je muil. Hou je fucking bek dicht. Holy shit. 101 koppen natuurlijk door die skill boost. 104 positiespel. 107 afmaken. Dus ja... Laten we een wedstrijd met hem gaan spelen. Natuurlijk heb ik hier ja, ook JJ Okocha. JJ Okocha. Ja, ik heb hem ook gekocht afgelopen week. Hij was eigenlijk niet zoveel waard. Ik had gewoon zin om een rechtsmidden uit de Bundesliga te kopen. En JJ Okocha, natuurlijk een icon. Heeft veel flair, 5-6 skill moves. Heeft de Rainbow Flick als zijn persoonlijke skill move. Dus ja, dat is best wel nice. Ja, laten we gewoon Van Persie een rang omhoog trainen. Oké, dat is goed. Dan gaat Van Persie plus 1 rating omhoog. Naar een 91 rated spits. Dus ja, altijd mooi meegenomen. Maar ja, nu hebben we dus een 100 rated team. Dus yeah, let's kick some ass in 1 tegen 1. Oké, we komen hier tegen een degelijk team. Maar Van Persie gaat jullie naar de kloten schieten, man. Robin van Persie, duikop als specialist. Wat een beest. Ja, we komen tegen dit elite team. Dus ja, waarschijnlijk moet ik deze gast gewoon met vlag en wimpel gaan verslaan. Los gets. Alfonso Davies naar Okocha. Kimi en naar Royce. Royce moet hem spelen op Leon Boski. Leon Boski. Oh, naar Marco Royce. Marco Royce op JJ Okocha. Okocha. Okocha met het finesse shot. Okocha, JJ Okocha met de 1-0. Let's go. JJ Okocha van Nigeria. Nigeriaanse beest met de 1-0. Oké, Robin van Persie hier. Robin van Persie. Ah, shit. Pas de bal. Ik pas 3 keer op... Ik klik 3 keer op pas. Oké. Van Persie. Oh, La Croqueta. Van Persie. Oh, kijk naar de dribbeling. Holy shit. Oké. Lewandowski. Lewandowski haalt uit. Lewandowski met... De 2-0. Oké, prachtig gedaan. Zieke dribbeling van Van Persie. Zagen jullie dat? De La Croqueta aan de roulette. Maar ja, we staan 2-0 voor in deze wedstrijd. Let's go. En we gaan de rust in met een 2-0 voorsprong. Een best rustige partij natuurlijk. Want deze tegenstander is niet echt zo denderend. Dus ja. Hey Robin van Persie. Holy shit, wat een roulette. Holy shit. Heel wat verrassend.
Man van Persie met de body fade. Met de body fade met de finesse shot. Holy shit! Robin van Persie. Robin van Persie. Holy shit! De body fade en het instant finesse shot. Kijk man, hij neemt de bal zo fucking mooi mee. En ja, Robin van Persie, je weet dat het klaar is als hij de bal daar krijgt. Holy shit! En dan een steekpas van Ta. En van Persie. Van Persie met de lakroketten. Van Persie moet steekpas geven op Lewandowski. Lewandowski neemt de bal één keer. Oh mijn god, wat deed ik? Lewandowski mist het? Ik zou eigenlijk de bal naar Van Persie willen krijgen. Dus kunnen we dat doen? Van Persie met een instant shot. Haha, voor de 4-0. Yes, 2 doelpunten voor Robin van Persie. Volgens mij heeft hij ook willekeurige celebrations die hij kan doen. Want daarnet deed hij een heel andere celebration dan deze. Oké, 4-0. Laatste fluitsignaal. 4-0 winst. In de bank. Eerste wedstrijd van Persie. Eigenlijk gewoon vlekkeloos. Let's go. Hop naar de tweede wedstrijd. 1-1. Nieuwe wedstrijd. Nieuwe kansen. Oké, decent team. Niet slecht. Maar ik ga hem gewoon verpulveren. Want ik heb gewoon een droomduet. Gewoon fucking Lewandowski en Van Persie. Lewandowski. Oh, dat is een perfecte tackle. Van Persie. Met een long shot. Oké, vrije trap. Oh shit, ik heb Van Persie weer niet op vrije trappen. Weet je wat, we gaan gewoon voor Szoboszlai. Waarom ook niet. Szoboszlai met een perfecte vrije trap. Dominik Szoboszlai. Ik bedoel echt, wat een koopje was dat man. Ik bedoel, ik kreeg hem voor, wat was het, 500k of zo kocht ik hem. En hij is zo'n fucking beast uit de Bundesliga, de Hongaar. Maakt het waar. Naar die focus zijn op Van Persie, kreeg het. Van Persie. Van Persie met de body feint. Van Persie schiet. Ho. Robin van Persie met links. Met links, mensen. Met links. En hij doet gewoon een zieke salto. Holy damn. Het is gewoon Robin van Persie. 90 reden met Icon. En de verbinding is instabiel. Maar wel een ziek doelpunt. Volgens mij heeft mijn tegenstander het opgegeven. Einde eerste helft. Van Persie is een fucking beest. Op naar de tweede helft. Als van Marco Reus is goed. Oh shit, oh buitenspel. Oh nee, dat was geen buitenspel. Oh shit. Gepaast op Okocha. Ja, Robin van Persie is weg hoor. Hij is weg. Hij is totaal weg. Hij is totaal weg. Hij is totaal weg. Lol. Hij is totaal weg. Want hij doet gewoon een... Body feint finesse shot. Body feint finesse shot. Fucking Carles Puyol. De beste centerback in de hele fucking game. Kan het niet eens vasthouden. Holy shit. Hij doet Puyol gewoon helemaal vies daar. Hij doet het gewoon helemaal smerig. Fucking Carles Puyol. De beste centerback in de fucking game ongeveer. Hij kon hem zelfs niet bijhouden. Dan weet je gewoon dat Van Persie pleased is. Er zijn nog 15 minuten te gaan. Ja, Van Persie is aan het lopen. Van Persie, body feint. Body feint, finesse shot. Oh, het is zo makkelijk. Het is zo makkelijk voor hem. Het is echt waar, zo makkelijk voor hem. Ik heb nog nooit met zo'n makkelijke scorer in deze game gespeeld. Ik bedoel, Haaland en Lewandowski, die zijn klinisch. Maar holy shit, dat finesse shot was zo makkelijk om te maken. Het is gewoon te makkelijk. De curve en de fucking dribbling van Persie zijn echt op een nieuw niveau. Gewoon echt op een ander niveau. Op een andere golflengte, mensen. GG. Buitenspelers. Ja, dat zit gewoon in het DNA van het Nederlandse voetbal. Dat hebben we ons een beetje toegeëigend. Maar... Hij kan me gewoon niet stoppen met de fucking bodyfaints. Holy damn. Van Persie met de bodyfaints, jongen. Van Persie met de motherfucking bodyfaints. Oh, hou je fucking bek dicht. Het is absoluut zo smerig. Bodyfaint finesse shot met Van Persie is gewoon... Het breekt de hele fucking game. Het breekt de fucking game. Scheidsfluit al. 5-0 fucking winst. Ik bedoel, ik denk dat hij na de 2-0 al gereedskwit was. Maar hey, boeien. Oké, dus Van Persie 97 effect. En dat is zeer cruciaal als je zeg maar finesse shots wil nemen en al die shit. Natuurlijk heeft hij 107 afmaken. Laten we hem nu als...
vrije trapnemer gaan instellen. Ja, hij staat al bij de strafschoppen. Dus ja, korte vrije trap. Robin van Persie natuurlijk. En lange vrije trap. Waarom ook niet Robin van Persie? Dus ja, en aanvoerder Robin van Persie. Volgende wedstrijd. Los Git. Oké, hij heeft een Fiorentina badge en t-shirt. Hij heeft eigenlijk ook een best wel matig team. Dus ja, ik wil hem gaan verpulveren met Lewandowski. Of ja, met fucking Van Persie en Lewandowski. Robin van Persie, Lewandowski. Lewandowski! Let's go! Robert Lewandowski. Op aangeven van Van Persie. Goede steekpaas van, of ja, goede normale paas van Robin van Persie. Ja, Lewandowski met de dribbel en de body feint voor, ja, het long shot. Royce. Oh, Van Persie misschien? Nee. Oh, ja, Royce. Nee. Oké, okay, wat is dat? Is dat een vrije trap voor hem? Oh, een vrije trap voor Van Persie. Oké, dan. Gaat hierin. Yes! Robin van Persie met een prachtige vrije trap voor de 2-0. Holy damn! Ik bedoel, hou je fucking shit vast, want het is gewoon Robin van Persie met de 2-0. Van Persie. Oh, Van Persie met de lakroquettas. Van Persie met de lakroquettas. Body feints. Oké. Okay. Oh mijn god. Van Persie. Van Persie kan dus door. Freestylen! Freestyle! Oh mijn god! Oh shit, als die erin ging was het zo prachtig geweest. Ah, financial. Ja, uit een slechte hoek. Ik wou eigenlijk geen roulette doen, maar hoe dan ook. Ja, 2-0 voor. Los Git. Fuck it. Ja, Royce op. Ja, Van Persie maakt het af voor de 3-0. Mooi boy, toy boy. Robin van Persie. Prachtig Robin van Persie. Boom. Ho, Robin van Persie voor de hat-trick. Voor de hat-trick. Let's go. En ja, hey, oh, wat is dat? Some dirty action. Yeah. Wat vuile acties daar. Maar ja, Robin van Persie en de hat-trick van Robin van Persie. Holy damn. What a beast. A beast. Ah shit, Vlahovic. Oké, okay, score. Score dan, hè. Score de... Oh, hij scoort niet. Oké, okay. Nice. Van Persie. Oh, met de... Oké, okay, dan... Wat? Penref! Oh, dat is geen penalty? Oké. Okay. Oh, Van Persie, neem gewoon een finesse shot. Oh mijn god, tegen de paal. Oké, dan 4-0 winst. En ja, prachtig gedaan. Mooie cutscenes. En ja, nice. Robin van Persie met de hat-trick. Holy damn. Maar ja, wat waren mijn gedachten over Robin van Persie? Ja, zoals je ziet is Robin van Persie een fucking beast. Holy damn. Hij was zo goed in de fucking gameplay. Zijn fucking finessels en zijn fucking effect en zijn afmaken, zijn schotkracht. Zijn positiespel was zo insane soms. Ik bedoel gewoon Lewandowski en Royce. Het enige wat Lewandowski en Royce moesten doen tijdens de gameplay was gewoon fucking steekpasses geven. En Van Persie stond altijd, bijna altijd, op de goede positie. Om het af te maken. Dat, ja, hij is gewoon fucking insane. Dus bedankt voor het kijken naar deze video. Like, share en subscribe. Tot de volgende keer. En peace. Van Persie, wat vind je van ons politieke systeem? It's just a joke.